Nou, zit er nog een feestelijk bij? Ja, vandaag 25 jaar het bestaan hier van het winkelcentrum. En ik ga lekker vanmiddag ballonnetjes vouwen. Ik maak alles wat er te maken is van ballonnen. Vroeger had voetbalvereniging BKC hier zijn thuishaven. Maar nu staat er al 25 jaar een winkelcentrum genaamd Molensluis. Tijd voor een feestje. We hebben een Rad van Fortuin, daar konden de mensen bingokaarten voor volsparen. We hebben een modeshow, we hebben lijndans, we hebben zanger en een zangeres. De hele dag muziek, koffie, thee en wat lekkers erbij. En nog eens een puzzeltocht voor de kinderen. Heel hoog natuurlijk. En dat allemaal ter behoeve van 25 jaar bestaan. Ja, klopt. Klopt. Ja, we vonden dat toch een feestje waard en we wilden het niet zomaar voorbij laten gaan. Dus we zeiden, dat moeten we vieren. Ja. Jullie vallen onder de ondernemersvereniging Annaplona. Jullie zijn een soort werkgroep? Ja, klopt. We zijn met vier winkels zijn we een werkgroep. En dan proberen we het hele winkelcentrum mee te krijgen. Dat we van allerlei leuke dingen kunnen organiseren. We hebben van het jaar voor de tweede keer de lenteveer gehad, was enorm succes weer. En de wintermarkt hebben we straks weer in december. En, en ook de plantenbakken maken we elk jaar een paar keer weer mooi. Dus dan maakt het een beetje leefbaar. Wat is Molensluis voor het winkelcentrum? Nou, Molensluis is eigenlijk best wel een uitgebreid winkelcentrum. Met veel parkeergelegenheid en ook een beetje een regionale functie hebben we. Want ze komen echt uit Wieringerwaard, Ouwersluis, zelfs uit Schagen en Julianendorp krijgen we regelmatig mensen. En iedereen die vindt het heel fijn om hier te winkelen. Hoe vindt u hier het winkelcentrum? Ja, geweldig. Het is erg gezellig. En, komt u hier vaker? Ja, zeker. Ik woon hier. En het is leuk om hier weer te zijn. En leuk dat er zoveel activiteiten zijn door de ondernemersvereniging. En allerlei soorten winkels zijn hier? Ja, geweldig. Ze hebben hier echt zoveel. Supermarkten, kapper, kledingzaken. Echt van alles. Wat dat betreft boffen we maar dat we zoveel verscheidenheid bij elkaar hebben. Komt u hier vaker in Molensluis? Ja, geregeld. Want ik woon hier op een paar honderd meter afstand. Dus is erg makkelijk. Ja, erg makkelijk. Zeker. Is hier ook alles? Ja, alles wat voor de eerste levensbehoefte hebben we bij de hand. Dus ja, erg fijn centrum. Dubbel feest vandaag. We zijn regio-winnaar geworden van de DA. Regio Noord-Holland Flevoland. En we bestaan 25 jaar. Er was dus nog iets met 25, hè? Ik ben er helaas ook al 25 jaar. Of nou, niet helaas, maar ik begin wel bij de inventaris te horen nu, ja. Ja, Molensluis is een soort vierkantje, maar ook de winkels er buitenom zijn aangesloten. Zijn er ook de winkels verder aangesloten bij jullie? Ja, we hebben bijvoorbeeld ook Hoenderdaal die ook zijn bijdrage doet. En de Welkoop doet ook altijd enthousiast mee, dus daar zijn we heel blij mee. Ja, het is wel belangrijk, hè, die samenwerking van een ondernemersvereniging, die winkeliers. Ja, ja, zonder de samenwerking komen we er niet. En we willen van alles, maar ja, er moet er wel wat gebeuren natuurlijk. En het lukt niet altijd, maar we doen ons best. Annapolona, het was in Annapolona. Annapolona, het was in Annapolona. Annapolona, het was in Annapolona. Annapolona.